Hallo allemaal, welkom bij Ed en Verlossen. En we staan hier met de studiogast, Henny Thijssen. Zanger en liedjeschrijver en hij is al jaren natuurlijk actief voor de Nederlandstalige muziekindustrie. Henny, goedenavond. Goedenavond. Is het al avond eigenlijk? De Voice Senior heb je gewonnen, hè, een tijdje geleden. Ja. Hoe was die ervaring toen? Nou, heel erg leuk. Ik heb heel mooi tijd gehad. En ik werd nog mooier toen ik hem won, wat ik totaal niet had verwacht. En wat ik al zei, ik zou iedereen aanraden boven de 60 om mee te doen. Want je maakt altijd kans. Ja, leuk. Als ik hem kan winnen, kan iedereen hem winnen. Dus het was wel echt een hele ervaring. Want collega's zoals Imka Marina deed ook mee. Die kreeg last van haar keel in één keer. Dus dat was niet zo prettig voor haar. Want ze had heel veel zin om mee te doen. Ja. En Voice Senior was natuurlijk een hele ervaring voor je. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat hoeveel optreden heeft jou dat geleverd? En hoeveel radio- en tv-promotie heeft je dat? Ik ben rekening geworden. Ik heb, ondanks de coronatijd, had ik 20 optredens per maand of per week. Want we trokken ons nergens wat van aan. Nee joh, natuurlijk niet. Radio en tv bedoel je? Ja, nee, nergens. Het is allemaal in het water gevallen. Dus hele corona heeft me echt de das omgedaan. Ik win ook eindelijk eens een keertje wat. Ik heb er totaal geen voordeel aan gehad wat betreft de optredens. Gelukkig had ik mijn werkzaamheden nog als metselaar en timmerman en klusjesman. Nee, maar ik schrijf ook nog wel. Ja, maar je krijgt natuurlijk veel opdrachten voor het schrijven van artiesten. Hoeveel krijg je daar nou bij Eklus bijvoorbeeld? Nou, wekelijks. Ik krijg gewoon 1, 2... Dagelijks dan misschien? Nee, helemaal niet. Ik krijg 1 of 2 of 3 artiesten per maand waar ik wat mee kan doen. En dat is eigenlijk wel genoeg. Want anders dan raak ik oververmoeid en dat wil ik ook weer niet. Want je weet hoe lastig dat artiesten zijn. Ja. Nou, en er zitten af en toe wel eens goede dingen bij waar je mee scoort. En dan krijg je daar je geld van via de Bumerstemra. Ja, nee, precies. En dat begrijp ik heel goed. En je hebt een nieuwe single gemaakt, Jouw Liefde. En die is vandaag uitgekomen. Ja, die is vandaag uitgekomen. Jullie zijn toevallig de eerste. Je wist het zelf niet. Nou ja, deze week gaat hij volledig in de promotie bij Ed Even Lossen. Want jij bent in de radioshow natuurlijk uitgeroepen voor het Hitkanje van de week. Hoe voelt dat? Een Hitkanje van de week. Zit er een geldprijs aan vast? Er zit helaas geen geldprijs aan vast. Maar wel een hele eer dat je bij de radio natuurlijk de hele week volledig wordt gedraaid. En op de aanrotatie de komende tijd. Nou, ik hoop dat ik daar een brood voor kan kopen dan. Ja? Nee, maar ja, het gaat er gewoon over dat het altijd leuk is om bij een radiozender een Hitkanje te wezen. Of een blitzschrijf of een troetelding. Een Hollandse Nieuwe. Hollandse Nieuwe, dus altijd leuk. Ja. Precies. Ik bedoel in dit geval ook dan. Maar jij hebt natuurlijk zelf de tekst geschreven en geproduceerd natuurlijk. En, nee, ik heb niet geproduceerd. Even Edwin gedaan. Ja, klopt. Ja, dat is wat anders hoor. Ja, maar ik produceer ook wel. Maar jij hebt ook een keer een duet gemaakt met Edwin. Ja, dat is een heel mooi nummer geworden. Dat ging over iemand wie dus optreedt en ooit een keer groot is geweest, maar wie eigenlijk eindigde in de kroegjes liedjes te zingen. En dat heet Haar Verhaal. Eigenlijk is het een beetje mijn verhaal, maar ik geef iemand anders de schuld daarmee. Heel erg bedankt dat je te gast was bij Ed Even Lossen. We gaan je blijven volgen en we hopen snel weer nog meer nieuwe muziek te mogen ontvangen. Ja. Want je hebt een platendeal getekend met Toekomst Music. Ja, ik heb een deal gemaakt met Toekomst, maar dat wil niet zeggen dat... We wachten dat even af. We zijn allebei op een bepaalde manier van gaat het werken. En als het gaat werken gaan we door, want die vrijheid moeten we hebben. En als het niet gaat werken, dan scheiden onze wegen weer. Ja. Ik bedoel, dat is eigenlijk de beste, mooiste optie die je kunt krijgen. Dus zit je nooit vast aan dingen die je niet wilt. En hun ook niet. Nee, precies. Want je hebt ook een tijdje geleden bij Studio One allerlei platen uitgebracht. Ja, wat nou, ik weet. Nee, ik heb zelf een eigen platen ding gehad. 20 Records. En dat was van mezelf en van Gils. En daar hebben we heel veel dingen onder gedaan. Maar die man die heeft veel te druk met zijn meubelzaken, dus dat werkt ook niet echt. Dus moesten andere opties nemen. En dit is een van de opties die op dit moment ons pad kwam, omdat Frank er ook bij zat. Frank van Etten, en die ken ik goed. Die zei van nou misschien kun je hier komen. Dus die heeft die pad een beetje voor me vrijgemaakt, zodat we nu bij deze maatschappij zitten. Ja, precies. Heel mooi. Ja, ik vond het mooi dat je te gast was. En hoe ziet je dagelijks leven er nog uit dan op dit moment? Want nogmaals, je zei, je krijgt veel aanvragen natuurlijk. En ben je op dit moment nog aan het schrijven dan voor bekende artiesten? Ik ben van Danny de Bunk bezig. Wat leuk. Johan Kettenburg doe ik op dit moment wat mee. Ik schrijf nog steeds voor Tino Martin, waar ik mee bezig. En voor allerlei onbekende artiesten, die hopen bekend te worden. En af en toe lukt het wel eens, dan schrijf ik wel eens iets dat ze wat hoger op de ladder komen. Dus ik bedoel, ik heb dingen genoeg wie ik op dit moment leuk vind. En voor de rest,
Ja, doe ik de dagelijkse dingen wat iedereen doet. Boodschappen doen, eten, slapen, noem maar op. Hey Henny, mag ik jou... Nou, dat zijn mooie woorden natuurlijk van Henny Thijssen. En we vonden het eer dat Henny hier was in de studio natuurlijk. Henny, mag ik jou heel erg bedanken dat je studiogast wilde zijn. Ja, en ja. Ik hoop je snel weer te zien. Ja, natuurlijk. Als het was kan, erg gezellig, laten we eerlijk zijn. Als het kan, dan doen we dat weer. Het was erg gezellig, ja, moet ik zeggen. Mensen, tot ziens.